Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading, oftewel je energetisch weerbericht voor deze week. Deze week staat in het teken van uit mogen rusten. En dat is wel fijn ook en ook wel heel handig, want we hebben natuurlijk te maken gehad met de afgelopen week een soort opbouwende energie, zo heb ik het tenminste zelf ervaren, waarin we echt bezig waren met die intuïtie leren voelen, jezelf gunnen wat je waard bent. En ook al was het niet een hele pushende energie waar we mee te maken hadden, het voelde voor mij toch alsof we bergopwaarts aan het lopen waren. Om beter voor onszelf te zorgen, om meer te luisteren naar onze intuïtieve stem. Daarmee stiekem natuurlijk ook meer te luisteren naar signalen van het universum. Die zat er stiekem een beetje onder verstopt. En deze week zegt eigenlijk van ontspan maar. Je hebt onbewust of bewust keihard gewerkt. En dat is goed genoeg. Dat is goed genoeg. Je hoeft niet continu te ontwikkelen. Je hoeft niet continu te groeien. Je hoeft niet continu een volgend stapje te zetten. Je mag ook gewoon even uitrusten. Je hoeft niet altijd door te gaan. Je hoeft niet altijd te presteren. Je hoeft niet altijd perfect te zijn. Je hoeft niet altijd spiritueel te zijn. Het hoeft niet. Je moet niks. Je hoeft niet altijd wat te doen met je intuïtieve ingeving. Je hoeft niet altijd wat te doen met de signalen van het universum. Je mag ook prima even zeggen, nu even niet. Het is eventjes genoeg. Eventjes rust. En deze week, die geeft het eigenlijk ook aan. Voor degenen die dat zelf niet kunnen, net als ik, die gewoon doorgaan. En die gewoon lekker bezig blijven met alles waar ze mee bezig zijn. Deze week, die geeft je eigenlijk die mogelijkheid om even wat meer uit te rusten. Al is het misschien net wat onbewust. Wat dit wel kan veroorzaken, is dat je daardoor het gevoel hebt dat je geremd wordt. Dat je juist niet vooruit komt. Dat je dat drangende gevoel, terwijl je ondertussen van achter een soort van tegengehouden wordt. Ja, daar kun je wel last van hebben met deze energie. En dat kan wel heel erg vervelend zijn. En op de een of andere manier heeft hij even zijn weerslag in relaties. Alsof we even geen ruimte hebben voor de input van de ander. Dat kan input van adviezen zijn. Kan even de mening zijn. Kan even dat de ander wat meer zorg nodig heeft. En we kunnen het wel doen. Je kan je altijd doorzetten. Je kan jezelf altijd jezelf waarschijnlijk wel even overheen zetten. Maar dat voelt niet fijn. Dat is wel echt een beetje wat pittig is deze week. En wat dus jouw aandacht vraagt. De steen die hier het beste bij kan helpen is de hematiet. Tenminste, dat is de steen die ik hier aan koppel. Puur omdat de hematiet echt zorgt voor die sterke gronding. Voor die stabiliteit in jezelf. En daardoor ook voor die ontlading. Dus die overprikkeling in relaties. Die wordt eigenlijk tegengegaan door de hematiet. Omdat die zorgt voor die overprikkeling. En die drangende gevoelens, dat die afgevoerd worden naar de aarde, waar ze gereinigd worden, waar ervoor gezorgd wordt, zodat wij er even niet zoveel mee hoeven doen. En dat is ook fijn, zodat je niet met dat drangende gevoel wat hoeft, want het gaat deze week om uitrusten. Dus dat is een heel fijn erin. En als geur zou ik de lavendel aanbevelen, omdat die helpt je hoofd wat rustiger te maken en daar wat meer te ontspannen. Vooral energetisch werkt natuurlijk ook in op het derde oog, waardoor je overzicht ook wat meer bewaart. En ik denk dat dat heel erg fijn is, die verbinding met de aarde en die rust in je hoofd. En vooral die derde oog om overzicht te creëren samen open door middel van geur en edelsteen. Ik denk dat dat heel erg prettig is voor deze week tenminste. Dat gezegd hebbende ga ik hem weer afronden en wens ik je voor nu een hele fijne dag toe.